Nou, inmiddels ben ik aanbeland bij de rotsschildgiraffes. En die lopen hier op een enorm terrein. Echt geweldig gaaf. Als je dan in zo'n dierentuin bent en hier in Burgers' Zoo, dan krijg je dus zo'n volle impressie van die majestueuze dieren. Ze zijn lang, ze zijn elegant, ze zijn gracieus. Als ze galopperen, het lijkt wel of ze zweven. En dat langgerekte, dat wil ik zien te pakken. En ja, hier dus even mijn indrukken opdoen. Even die geur van die giraffes opsnuiven. Dus ik ga gewoon lekker schetsen en kijken wat het mij brengt. Ja, geweldig. Ze hebben ook een enorme tong waarmee ze dan alles kunnen pakken en doen. En ja, ze hebben natuurlijk die enorme lange nekken. En dan eten ze hier dan luzernehooi. Volwaardig hooi uit hooghangende netten. En dan strekken ze dus die hals helemaal uit. Geweldig weer. Ja, ik heb natuurlijk best wel afstand. Maar wat ik kan zien is dat die hoeven, die hebben toch wel veel overeenkomsten ook met paardenhoeven, valt mij op. En wat me ook opvalt zijn de verschillende aftekeningen. De ene giraf is ook heeft wat donkerdere vlekken, de andere wat lichtere. Dus, maar ik kan hier dus prachtig dat overzicht zien van hoe ze fourageren, hoe ze met elkaar omgaan. Dat tekenen en de tijd nemen, dat is hoe je een dier echt in je opneemt. Dus, en natuurlijk ook het uitwerken straks in het atelier. Maar dit is wat je alleen maar vindt als je echt live naar de dierentuin gaat en echt studeert. Het kan ook met de camera zijn, hè? Misschien ben je helemaal niet echt een tekenaar, maar vind je het mooi om te fotograferen. Lekker. Gewoon een half uur de tijd nemen. Of iets. Of een uur. Het is heerlijk weer. Ik zou het liefst nog een uur doorgaan. Maar thuis rustig bestuderen. Uitwerken. Dus dat gaan we doen. En ik ga natuurlijk nog een dier tekenen. Dus blijf vooral kijken. Ook naar de komende opnames natuurlijk. Hoi allemaal en welkom bij de giraffes. En ik had hier al wat notities gemaakt natuurlijk. We zijn in het atelier inmiddels terug. Dit is die schets. Ik was dus vooral erg geïmponeerd door het langgerekte van die giraffes. En ja, ze fourageren natuurlijk vanuit bomen. Vandaar ook die enorme lange halzen. En het leek me heel gaaf om dan één giraf van dichtbij te tekenen, maar dan helemaal in de schaduw. En dan één giraf ver weg en dan helemaal ten voeten uit. En een mooi stuk landschap erachter. Ik vind zelf bij Burgers Bush dat ze al een geweldige omgeving hebben. En dat ziet er echt heel levensecht uit. Ook hoe je ze zou verwachten in de natuur. In het wild, zullen we maar zeggen. En die voorste giraffen, die wil ik dus helemaal in de schaduw laten staan. Die staat dus eigenlijk onder een boom te eten. Met die lange tong pikt hij dan de blaadjes eraf. En het valt me ook op dat giraffen dus van die hele korte manen hebben. Maar ze hebben ze wel. En ik geef die hele giraffen hier een laagje donker alvast. Ik werk gewoon met een houtskoolpotlood voor het opzetten van de schets, zeg maar. En ja, ze hebben prachtige ogen. Echt best wel grote ogen in verhouding tot het hoofd. En dan hebben we natuurlijk ook nog eens een keer te maken met al die vlekjes. Maar goed, dat is natuurlijk een heel werk om allemaal van die vlekjes te gaan lopen tekenen. Maar die vlekjes zijn wel heel erg typerend voor de giraffes.
En je ziet op de kaak zijn die vlekjes kleiner dan bijvoorbeeld op de hals. En straks gaan we ook die andere giraffen ten voeten uit tekenen. En dat is in zijn geheel. En dan zie je ook duidelijke verschillen in afmetingen qua vlekken die ze hebben. En nou, ik ga dus langzaam maar zeker. Ik werk het liefst in dit geval een beetje van boven naar beneden. Dan zit ik ook niet te veel met mijn hand door mijn eigen tekening heen te wrijven. Dus dat scheelt ook alweer. En ik heb ook alvast dunnetjes, dus die boom ingetekend waaruit die aan het eten is. En verder volg ik zo om me nabij die vlekken die heeft. Dus ik ga daar niet heel precies met een liniaal aan het meten natuurlijk. Maar ik geef eigenlijk globaal de vlekken weer en vooral de spaties tussen iedere vlek, die probeer ik een beetje te benaderen. Maar ik hou het wel heel globaal. Als je maar wel duidelijk goed verschil dus ziet tussen de vlekjes op de kaak zelf. Dus op het hoofd bijvoorbeeld. En op de hals. Daar zijn ze duidelijk groter. Hier maak ik ook even een schaduw. Zo aan de halszijde. Aan de keelzijde zullen we maar zeggen. En die boom. En dat zie je ook op de referentiefoto. Die heb ik gekregen van Burger Zoo, super gaaf. Die boom die zit dus zeg maar aan de onderkant helemaal ook in de schaduw. Dus die giraffe die wil ik helemaal in de schaduw laten vallen. In de referentiefoto valt eigenlijk alleen zijn hoofd min of meer in de schaduw. Maar ik wil dus die hele voorste giraf in de schaduw gaan laten vallen. En straks zal duidelijk zijn waarom. Nou, verder hebben we een soort van skyline van bomen. En ja, dat is echt prachtig om te zien. En Burger Zoo ligt natuurlijk ook in een prachtig gebied in Arnhem. En dat is van zichzelf al mooi ook glooiend. En er zitten, ja, ze hebben daar dus zo'n enorme zandvlakte. Dus die dieren hebben enorm de ruimte. En ik vind die bomen, hoe die daar precies langs die zoom van dat zandgedeelte, hoe die daar staan, die vind ik echt werkelijk geweldig. En op de foto zie je ook de prachtige blauwe lucht. De dag dat ik hier aan het schetsen was, was het ook prachtig blauw. Dus dat wil ik zeer zeker terug laten komen. En dan heb ik hier dus een ruimte. En daar wil ik dus die gehele giraffe gaan tekenen. Dus inclusief die enorme steltebenen. Wat je ook altijd heel duidelijk ziet, dat zijn die prachtige schouders. En nou, de lengte van de benen die komt zo'n beetje overeen met de lengte van de hals. Dus zo schat ik dat in. En verder hebben de benen ook wel veel weg qua bouw, zeg maar, als die van de paarden, valt mij ook op. En ze zijn alleen veel langgerekter dan bij het paard. En dat hoofd vind ik erg mooi, die pakt dus schaduw. Dus je ziet heel mooi hoe de zon van links komt. Dus het licht, zeg maar, komt van links. En dus die giraffe krijgt deels schaduw die dan valt op zijn linker voorbeen, op zijn linker achterbeen. Dus dan krijg je een prachtig contrast. En ik wil ook, zeg maar, binnen deze tekening dat al die aandacht dus naar die achterste giraffe gaat. En dat wil ik bereiken door de giraffen in de voorgrond heel weinig kleur te geven uiteindelijk. Minder contrast. En donker houden. Terwijl ik die giraffen juist vol in het licht wil laten staan. En dus prachtige schaduwen werpt die ook op de bodem, op die zandvlakte. En ik heb duidelijk een schaduw getekend van de giraf op het zand. Dat zie je in de referentiefoto niet.
Maar als je kunstenaar bent, dan kun je dat dus lekker naar je eigen hand zetten. Dus dat is super gaaf. Nou, je ziet nu dus al een beetje het idee waar ik naartoe wil. Ik doe nog een laag houtskool over die voorste giraf. Want die moet echt donker blijven. En die achterste giraf, die moet dus echt knallend in het licht komen te staan. Dus die voorste giraf, nu ik die achterste giraf heb ingetekend, die geef ik dus nog een donkere laag met houtskool. En als je dan zo'n extra laag geeft, dan worden die vlekjes ook wat minder opvallend. Dus die geef ik dan ook nog even een extra laagje. Zodat die vlekken wel heel mooi duidelijk worden. En op de grond zelf, daar valt de schaduw van de bomen die om die giraffes heen groeien. En die werpen dan ook weer een geweldige, gave schaduw op de grond. Dus op die zandbodem, zeg maar. Dus ja, dat is echt... komt voor mij en in de compositie komt dat heel mooi uit. De pigmentjes die wrijf ik dan zo goed mogelijk het papier in. Ik werk op het Strathmore houtskoolpapier. En je kunt ook gebruik maken van cansonpapier of van pastelmat, mijn part. Als het maar goed pigmenten oppakt. Dus niet te glad papier. Dat is wel heel raadzaam. Vooral als je dus met de droge media aan de gang gaat. Zoals houtskool, pastel, potlood, dat soort droge media. Nou, met mijn gum haal ik dan het wit weer naar boven. Of nou ja, eigenlijk de kleur van het papier. Ik heb als kleur van het papier dus zandkleurig genomen. Een beetje dus de kleur van het zand wat je achter die giraffen ziet. En dan gum ik dus die houtskoolpigmentjes weer weg. Als ik die dan allemaal heb weggegumd, dan wordt het tijd voor ja, de echte fun, zullen we zeggen. Ik heb dus mijn pastelpotloden erbij gepakt. En, die skyline van bomen, zeg maar, net daarboven, daar is de lucht het allerlichtst. Daar is de lucht zeg maar het verste weg. En dan naarmate dat je hoger de lucht inkijkt en je ziet het ook op de referentiefoto, dan zie je dus dat de lucht bovenin donkerder blauw is dan onderin. En dat is dus wat ik dan probeer ook echt te bereiken. Dit geeft extra diepte, dus een soort van 3D-effect. En ook een beetje een atmosferisch perspectief, zullen we maar zeggen. Dus ik gebruik wit, lichtblauw en donkerblauw. En die drie tinten, die laat ik dan zo mooi mogelijk in elkaar overlopen. Dit is een panpastel mesje. Dat is een ja, soort van paletmes met een... schuimrubber daaroverheen. Daarmee kun je ook prachtig de pigmenten het papier indwingen. Kan ook met de vinger trouwens, mits die schoon en droog is. En ik maak er iets een beetje een wolk in. Heel klein beetje maar. Die heeft de referentiefoto niet. Maar ik vond dat toch leuk om een beetje dynamiek in de lucht te geven. Dan wordt het tijd om die achterste giraffen dus vol in de zon te gaan zetten. Dus ik begin eerst met de witte spaties, zullen we maar zeggen, tussen die vlekken in, van een onderlaag van wit te voorzien. En met mijn houtskoolpotlood, daarmee ga ik dan zeg maar die schaduwen opzoeken. En doordat het contrast hoog komt te liggen, dus het contrast dat is het verschil tussen het donkerste donker en het witste wit. Daardoor staat die giraffe dan ook meer in de zon. Nou, die bomen die wil ik een beetje oplichten.
Dus die bovenste rand van de bomen, die bewerk ik met lichtgroen. En de rest van de bomen, die geef ik een laagje van donkergroen. Maar ik wil ze niet te gedetailleerd hebben, want die bomen die staan heel ver weg. En alles wat ver weg staat, dat wil ik ook een beetje wazig houden. Dus ik geef gewoon een laagje groen in, eigenlijk. En die groene pigmenten, die probeer ik dan ook weer zo ver mogelijk het papier in te dwingen. Dus dat kun je doen met een doezelaar of met je pandpastelmesje. En op die manier krijg ik dus mooie, wazige bomen in de achtergrond. Dan ga ik verder met het lijf van de giraffe. En hiervoor gebruik ik gele oker. Dat is dus een beetje een bruinachtig geel, zullen we maar zeggen. En ik gebruik een beetje standaard geel. En die meng ik dus een beetje met elkaar. En je ziet ook op het lijf van de giraffe, daar zitten donkerbruine vlekken, gelige vlekken. En dat komt ook doordat die giraffe dus in de zon staat. Dus je ziet verschillende kleuren van bruinen en oker. Nou, nu heb ik dus de achtergrond mooi erin. Ik heb die giraffe nu echt in zijn eigen kleuren erin staan. En dan kan ik dus die voorste giraffe nog even wat donkerder maken. Dus ik kijk dan een beetje van hoe donker kan ik gaan in contrast, zodat die achterste giraffe echt vol in de zon lijkt te staan. En dat doe ik dus door onder andere ook die voorste boom van schaduw te voorzien. En die giraffe die is dus met die lange tong, is die dus tussen die takken door een beetje de groenste blaadjes eraan het uitpikken, zeg maar. En voor die voorste giraf wil ik niet of nauwelijks kleur gebruiken. Dus die hou ik in de tinten van mijn houtskoolpotlood. Dus dat zijn gewoon grijswaardes. En verder gebruik ik een klein beetje licht grijs en een beetje licht roze. Om die mooi die vlekken eruit te laten springen, zeg maar. Maar ik breng dus geen kleur aan in die voorste giraf. Want die moet eigenlijk een beetje alsof die autofocus lijkt. Terwijl dus die aandacht, die gaat dus helemaal naar die achterste giraffe toe. Nou, en dan hier nog wat van die mooie zonnevlekken op het zand. En dan heb ik eigenlijk zo'n beetje de boel te pakken zoals ik die in mijn hoofd had. Terwijl ik zo lekker daar aan het schetsen was bij Burgers Zoo. Nou, heerlijk. Vind je het leuk om deze helemaal in real time te zien? Dan kun je die uiteraard vinden ook nog op mijn Patreon pagina of op tekenclub.nl. En succes met je tekening en bedankt voor het kijken.